These are the questions that you should be asking when we're live. Hij is een hele rare vertoning, is die jongen. Wat is dit? He's like Stuttgart at the moment. VfB Stuttgart can beat Bayern Munich. Vrienden van de darts, welkom bij Double Top, de darts podcast der lage landen. Ik mag hier de intro doen met een iets zwaardere stem en met iets kleinere oogjes, want we zijn nog maar enkele dagen na de eerste Eurotour van het jaar. De blokleider Belgian Darts Open in Wiese had de primeur om het eerste event in te luiden van de Eurotour van in totaal 13 events. En Damien, jij was er op één van die dagen bij. Het was een heus feest weer, hè? Ja, ik was er vrijdag inderdaad. Ik had zoveel positieve verhalen gehoord van jou en van al onze Belgische gasten. Ik dacht, ja, ik moet er toch een keer bij zijn. Dus ik ben vrijdag geweest. En het was wel echt geweldig om te zien zo in die zaal. Het was, er was geen woord te veel gezegd. Het was echt hartstikke leuk. Mooi geregeld ook. Als ik dat vergelijk met de Eurotour in Nederland vorig jaar, dat was echt, dat was gewoon drama. Hoe dat qua drank en eten geregeld was als je in de zaal zit. En hier kon je gewoon even wat eten halen, wat drinken halen. Je kon zo je muntjes kopen. En het was gewoon een hele gemoedelijke, gezellige sfeer in de zaal. Dus dat was wel echt, was wel echt heel leuk. Ja, uiteindelijk werd de eerste Eurotour een kolfje naar de hand van Luke Littler. Daar gaan we zeker nog uitgebreid over napraten. Maar de andere held van de Oktoberhalle, ja, die zit eigenlijk hier virtueel bij ons momenteel. Hij was eigenlijk vooral van het Belgische publiek het afgelopen weekend van de Oktoberhalle in Wiese. Maar vandaag is het Mikey is van ons, olé olé. Dag Mike de Dekker. Goedemorgen, Matjas. Mike, we zijn een paar dagen na Wiese. Is het nog steeds een beetje na glunderen? Ja, tuurlijk. Ik krijg nog altijd berichten binnen, hè, hoe goed dat was van het weekend en dat mensen genoten hebben. Dus het is nog altijd wel nagenieten, ja. Ja. Je was de Belg die het langst in het toernooi bleef. Hoe heb jij eigenlijk alles ervaren? Want er is eigenlijk veel op jou afgekomen. Hè? De manier waarop de zaal zo verpletterend, denk ik, achter jou stond. Hoe heb je daarmee kunnen omgaan? Ja, vanaf ik bleef heel het weekend bleef ik bij mijn beste maat slapen. En als je daar dan toe komt, dan probeer je wel zo al de adrenaline van je te laten afgaan. Maar ja, dat gaat niet, dat is onmogelijk. Dus, maar het is wel goed dat je dan mensen rondom je hebt die rustig zijn. En weet je, ze zijn euforisch, maar ze weten ook wel van ja, het is nog niet gedaan. Zeker na de zaterdag. Ik ben dan ook, omdat, weet je, normaal mag het niet, maar het publiek is zo voor u en je speelt in uw thuisland. Ik ben zowel de vrijdag als de zaterdag na mijn wedstrijd ben ik even de zaal ingegaan. Heb ik daar denk ik een uurtje rondgelopen. En vrijdag viel het mee, maar zaterdag was dat echt hectisch. Er waren dan maten van mij die in de zaal zaten. Dus ik zei, ja, die komen ook speciaal voor mij naar hier. Ben ik daar dan even gaan bijzitten, maar dat was een stormloop. Ik kan dan ook eigenlijk moeilijk nee zeggen als iemand vraagt voor een handtekening. Maar ik ben de ene handtekening aan het tekenen en de andere papieren en de petjes en de sjaals worden erover geschoven. Dat ik zeg, hey jongens, doe alsjeblieft even rustig. Het is crazy, hè? Het is waar, het is zo. Ja. Dus het is echt bizar. Maar heel veel liefde naar alle mensen die dan er gezeten hebben. Want het is wel iets dat mij altijd zal bijblijven. Krijg je daar geen probleem mee dat je de zaal nog eventjes inging? Nee, toch? Ik heb niks gehoord. Anders had Graham, denk ik, mij wel al aangesproken, maar ik heb nog niks gehoord, dus ik denk dat het oké is. Ja, nee, het is inderdaad wel mooi wat je zegt, inderdaad. Dat in de zaal, die mensen hebben natuurlijk ook wat gedronken. Je blijft maar op de foto gaan, een handtekening. Mm. Ik zag het ook, ik stond een paar keer met Matthias, stonden we samen. Nou ja, dat was een soort attractie was je, hè, Matthias? Ja, dat is zo. Het rare is, was dat op vrijdag dan? Nu ben ik even aan het nadenken. Op vrijdag stond jij ook in het publiek, maar meer aan de zijkant van het podium zo. Hè? Ja. Mike, klopt hè? Ja, Mike stond een beetje aan de zijkant, ja. Ja, dus Mike komt daar en ik kom daar. En het rare van al is, ik zag mensen echt Mike zo passeren richting mij voor een foto en een handtekening, dat ik dacht van, maar de echte held staat daar, hè. Dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk.
Mooi is dat. Maar ook dat we achter in de zaal stonden of na de middagsessie, dat jij en Brian eventjes beneden even een praatje kwamen maken. En dan sta je gewoon 10 minuten, een kwartier, om nu alleen maar foto's te maken. Ja, 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 ik had dat de zondag ook. Hè. Dus de zondag, ja, ik moest dan een interview doen. En ja, het is nu helemaal zo, als je verliest, dan voel je niet zo schitterend. En wij rijden dan naar huis, maar er stond ik weet niet veel volk op de parking. Dus ja, op een gegeven moment, we konden er niet door met een auto. Dus ze herkenden mij dan en ik zei tegen Ludo van ja, stop maar even, ik zal wel wat foto's maken. Ja, ik ben dan uiteindelijk uitgestapt, met zoveel mensen foto's beginnen maken. En dat klein mannetje, Liam, die liep daar ja, ook. Ja, Liam. Ja, dus... Ik weet al wat je gaat zeggen. Ja, dus het was dan... de moeder van Liam, die zei van ja, hij vond het zo erg dat je verloren hebt. En ja, hij was aan het wenen. En ik vond dat zo, zo erg. En dan heb ik mijn pijlen dat ik dit weekend heb gebruikt, heb ik aan de manneke gegeven. En hij was gelijk terug blij, dus dat is ook een meevaller. Ja, ja, het is zo. Het is, ik ga eerlijkheidshalve toegeven, na 3 dagen heb je die mensenmassa die op jou afstormt, heb je het wel gehad. Om het zo te zeggen, dat is zeer oneerbiedig hoe dat ik het zeg. Maar dat is zeker niet oneerbiedig bedoeld, want het is gewoon zo verpletterend op gegeven momenten. Want het is zoals Mike ook daarnet zei, er zitten vrienden van jou of familie of kennissen of weet ik wat in de zaal en die sturen van ik zit aan tafel zoveel. En dan zeg ik oké, als ik kan, kom ik daar wel eens. Maar je geraakt er heel moeilijk. En dat zal Mike ook ervaren hebben. Wanneer je er al geraakt, is al de eerste vraag. En eens je er dan bent en je probeert een praatje te slaan met die persoon in kwestie, dan komen er nog mensen op jou af. Maar je doet dat eigenlijk met heel veel plezier en met de nodige glimlach terug, omdat je heel veel liefde en enthousiasme van dat darspubliek terugkrijgt. Dus daarom, inderdaad, zoals Mike zegt, je zegt daar geen nee tegen. Omdat de mensen zo uiteindelijk wel vriendelijk, lief en enthousiast zijn. Ja, dat is de reden waarom dat je het doet. Hè. Als je iedereen maar negeert en zegt van nee, ik wil geen foto's of dit, ja, dan zit er binnen 2 of 3 jaar geen volk niet meer in Wiese. Ja, dus dat is zo. De mensen komen voor u en dan kunnen wel iets terug doen. En dat is bijvoorbeeld een heel groot verschil met andere sporten, zoals voetbal. Iedereen is zeer benaderbaar nog in darts, zeker, op een of andere manier. In een bepaalde vorm en in een bepaalde zin, want je wil niet weten, Damien, hoe vaak dat ik de vraag kreeg van mensen, oh, kan jij mij backstage bij die of die speler loodsen, zodat ik een foto of een handtekening kan krijgen? Ja, sorry. Ik kan dat niet doen. Nee, sorry. Wij mogen daar niet eens komen natuurlijk, gewoon daar bij die backstage, ondanks dat we een perskaart hebben. Nee, ja. Als ik nog één oproep wel mag doen, is voor de mensen, blijf het wel vriendelijk aan jullie vragen. Want ik heb ook een paar keer gezien bij jou dan, Matthias, dat ze zeggen, hey, Matthias van TV, even een foto, weet je wel. Of dat ze je arm om je schouder slaan, weet je wel. Er zijn effectief mensen, ik praat met iemand, en die vraagt niks, hè. Die pakt gewoon mijn schouder, ja, die trekt precies. Zich, mij tot bij hem, en een foto nemen, niks zeggen, hè. Niks zeggen, hè. Foto nemen en weg. Dat ik denk van, yo, hallo. ja, dat vind ik niet zo netjes. Ik zie Mike ook lachen, die zal het ook wel hebben meegemaakt, denk ik. Absoluut. Ja, dat gebeurt. Ik zeg het, dat verhaal met dat klein manneke wat ik mijn pijlen aan gaf. Ja, die moeder die wou dan een foto. Dus ik zet me op mijn hurken en ineens, links van mij, komt er een vrouw en die slaagt er een arm rond mij en die wil gelijk ook een foto. Maar ik sta met dat manneke daar. Weet je, de bedoeling was, dus ja, ik heb die foto dan gezien. Ja, dat is allemaal de bedoeling niet. Weet je, als je een foto wilt, wacht gewoon 2 seconden. Ik kom wel tot bij u. Maar ja, sommige mensen die zijn dan bang dat ik in de auto stap en weg ben of zo, denk ik. Ik weet het niet. Ja. Maar het was... ik zeg het, ik doe het alleszins met de nodige glimlach, omdat ik zie hoe mensen echt geënthousiasmeerd blijven door darts, en dat merk je ook aan de sfeer in het publiek. Want Mike is niet de enige, hè, die dat ervaren heeft. Er zijn heel veel spelers. Ik noem maar een Gerwin Price die voor het eerst aantrad in Wiese. Die zegt van, ik had hier precies het gevoel dat ik in Cardiff aan het spelen was. Ja, die was heel positief was hij inderdaad. Hè? Die heeft van iedere minuut genoten. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Allemaal positieve woorden. Ook Luc Lidler, hè? Die zei ook dat hij wel een Premier League avond in België zou willen. Dus dat zijn alleen maar mooie woorden, denk ik. I like. Ja, dat is ook goed, hè. Als
wij als Belg gaan sowieso zeggen van ja, Wiesen is top. Ja, want ze gaan sowieso voor ons. Dus als dan spelers uit Engeland of andere landen ook zeggen van ja, Wiesen en België, het publiek is echt top en het is goed geregeld, dat is alleen maar beter. Hè? Ja, zeker. Nee, zo. Zullen we eens door het toernooi fietsen, Damien? Ja, laten we dat doen inderdaad. We zullen eerst beginnen met, ja, Luke Littler wint het toernooi, maar voor hetzelfde geld stond hij zelfs niet in de tweede ronde. Nee, want dan kreeg hij matchups tegen, hè, tegen José de Sosa. En op een gegeven moment stond de Sosa stond echt goed te spelen ook. Het was niet dat Littler heel veel minder was. Dan dacht ik, ja, gaat hem nu gewoon pakken ook. Maar uiteindelijk was het toch niet de Sosa die hem over de streep kon trekken. Littler won. Uiteindelijk gelukkig, denk ik, want het was voor het toernooi hartstikke leuk dat hij erin bleef. Ja, vond ik wel. Wie was voor jou de speler van de eerste ronde, Damien? Nou, ik had 's middags, ik had het totaal niet verwacht, maar Andreas Harrison, die, of Harrison moet je zeggen, die won van Gian van Veen met 6-1. Vond ik heel jammer natuurlijk. Wel netjes van Gian dat hij daarnaast nog in een interview mij te woord wilde staan overigens. Dat vind ik altijd wel netjes als iemand dat doet na een nederlaag. Maar die Harrison speelde voor mij 106 of 107 gemiddeld, hè? 107, ja. Ja, 107,27. En dat was tot dan, van alle wedstrijden die al in Wiesen waren gespeeld, het hoogste gemiddelde ooit. Ja, en dat is dat weekend nog overtroffen natuurlijk. Maar dat was ik wel heel erg van onder de indruk hoor, van die Harrison. Ja. En nou ja, s'avonds ook nog. Ik heb weinig van die wedstrijd gezien, want we hadden een interview met Dimitri toen. Maar Veenstra die nog even won van Espinol, vond ik toch ook wel een mooie prestatie. Ja, dat was ook een hele mooie. Ja, en ik ben ook wel benieuwd, ik weet niet hoeveel jij ervan hebt gezien, Mike, maar Matthias, jij hebt het zeker gezien, de Host Nation Belgen, wat jullie daarvan vonden? Ik ben gaan kijken naar de qualifier, en van Maarten van mij die deed mee, en ik had gezegd van, ik kom zeker en vast kijken. Ja, het waren er een paar bij, wat ik van schrok. Ik had op voorhand had ik gezegd, Geert de Vos, dat hij hem wel zou plaatsen. Dat is dan ook... Ik had Geert, Brian... Ik had dan Sven Verdonk, die verloor de laatste wedstrijd tegen Born van Put. En de vierde jaar was zo'n beetje kijken wie dat op de dag zelf zo in vorm zat. Maar Brian, dat ging dan niet, want die kwam tegen Geert uit. Ik vond het wel jammer voor Sven Verdonk. Goed voor Born, hè. De jongen is 16 of 17 jaar. Als je dan al zo'n ervaring, 16, ja, kijk, als je dan al zo'n ervaring kunt opdoen op die leeftijd... voor eigen publiek op een groot podium. Ja, dat is alleen maar goed, hè? Zeker voor de groei van die jongen. Zeker. En die is ook heel goed bezig. Is een van de betere jeugdspelers die we nu hebben lopen in België. Die is serieus gegroeid ook op een jaar. En ik denk wel dat we daar nog veel dingen van gaan zien. Is hij beter dan Rune van Damme? Of zijn ze vergelijkbaar met elkaar? Oei. Beter zou ik niet zeggen. Maar ik denk wel dan die twee... Als ze alle twee goed zijn, als hun niveau goed zit, of de vorm zit goed, dan ze wel bij de twee beste van België horen. Oké. Op die leeftijd, inderdaad, het zijn twee spelertjes waarvan ik denk, die kunnen elkaar beter maken en optrekken. Want die gaan ook heel veel met elkaar om natuurlijk, of die komen elkaar veel tegen. Dus dat lijkt me wel toekomstgericht, twee spelers om in de gaten te houden van die leeftijd. Hè? Want er zijn er nog een aantal... onder de 16 jaar, waar ook al heel veel sprake van is. Ik denk aan een Lex, hè, Mike. Een Iliano Snoeys, die is ook een hele goede. Lex Paashuizen is het, denk ik, hè, die zijn naam is. Zijn jongens die nog, denk ik, zelfs onder de 14 jaar zitten, die nu al echt goede dingen laten zien. Oké, ja, ik ben benieuwd voor de toekomst inderdaad. Ik vind wel toch, ja. Ik had liever twee Host Nation gezien en dan nog twee beste van de Pro Tour ranking. Van de Belgen. Dus dat waren dan Kim en Mike waren dat dan volgens mij geweest, hè, in dit geval. Mm-hmm. Dat had ik denk liever gezien, want ja, ik denk dat die hebben dan toch meer kans dan dit, want ze gingen uiteindelijk best wel kansloos eraf, alle vier, hè. Ja, wat Jeroen Caron betreft en Geert de Vos, die hadden pech met hun loting. Zeker, ja. Jeroen Caron, daar had ik nog lichte hoop bij, omdat Gabriel Clemens... nu niet echt de geweldige resultaten had, vond ik, de voorbije tijd. Dus het was een beetje uitkijken welke Gabriel Clemens ging opduiken. Maar ja, Gabriel gooide eerste drie legs 110 gemiddeld, terwijl Jeroen Caron rond de 90 gemiddeld stond te darten. Dus Caron deed eigenlijk niet zo gek veel verkeerd. Maar ja, daar kan je weinig tegen doen natuurlijk. Hè. En ja, Geert de Vos, die verliest van Peter Wright, ja, dat is ook niet abnormaal, hè.
Nee, al waren de gemiddelden dus niet super hoog natuurlijk van Geert de Vos. Die gooide voor mij 81, 82. Dus dat is ook niet super Ja, goed. ik vond dat je zegt, Geert, Peter Wright is nu ook niet bepaald iemand dat veel goede resultaten haalt, hè, de laatste paar maanden. Ja, Nee, dus klopt. ik had Geert wel een kans gegeven. Kijk Als ook inderdaad. Geert goed had gestart aan die wedstrijd en Peter Wright misschien gelijk onder druk had gezet, dan had het helemaal anders kunnen lopen. Ja. Peter Wright zei wel iets heel speciaals na die wedstrijd. Hij zei door de warmte had blijkbaar invloed op de vlucht van de pijl van Geert, die vrij lang is van shape. Iemand die daar uitleg over kan geven? Nee, Hoe daar juist? ben ik ook gekennen van. Wat ik wel kan bevestigen is dat het in de zaal heel warm was. Want we zaten in pershokjes, zeg maar. Daar was het heel koud. En in de zaal was het heel warm. Ik heb een goede verkoudheid erover gehouden. Dus ik kan zeker bevestigen dat het lekker warm was in de zaal. Dus dat weet ik wel. Oh, ik heb er ook nog nooit van gehoord dat door de warmte, ja, als er een briesje zit of zo, of er staat een deur open, dan dat je dan zegt, hè, mijn pijlen zitten raar, dat snap ik, maar gewoon puur van warmte heb ik zelf ook nog nooit niet gehad. Nu ja, ik wil geen afbreuk doen aan bijvoorbeeld een Steven Strobbe, zeker niet. Want je voelde vooral bij Steven en bij Born dat ze eerst een beetje over de podiumvrees heen moesten geraken. En dat ze daarna wel hun niveau wisten te bereiken dat ze op dit moment hebben, zal ik maar zeggen. En zeker ja, in zo'n verpletterende omstandigheden. Maar zet nu bijvoorbeeld een Geert of een Jeroen Caron tegen Brandon Dolan in die wedstrijd. Die maken echt wel kans, want Brandon Dolan speelde niet zo'n geweldig toernooi, vond ik. Nee, zeker niet inderdaad. Dat klopt. Misschien ook wel leuk om de familiebanden te noemen voor de mensen die het niet weten van een Born van Putt en Jeroen Caron. Ja, mag ik het zeggen? Ja. Ja, doe Zeg maar. jij het? Ja, Ja. kom. Ik dacht even, jullie vult aan, maar Jeroen Caron is natuurlijk de neef van Mario van den Boogaarde, toch? Als ik het goed zeg. Klopt. En Ja, klopt. Born van Putt is het jongere neefje van Erik Klarijs, hè? Dat is de zoon van Katie Klarijs en Oh Katie ja. is de zus van Erik. Ja, nou, dan hebben ze in ieder geval Klopt, ja. goede familie om op te bouwen, denk ik, toch? Dat Ja, klopt, dat denk ja. ik wel. Ja. Er zijn slechtere kringen om in te vertoeven, dat klopt. Nu, Zeker. ook nog over die eerste ronde, Mike. Je hebt wel je teentjes moeten uitkuisen, hoor, in die eerste partij. Dat klopt, ja. Ik was ook extreem zenuwachtig. Ja, je ziet die Belg eruit, de volgende eruit, de volgende eruit. Dan denk je van, hey, kom. En op papier is het ook iemand waar dat ik sta 39e van de wereld. Iedereen verwacht dat ik daarvan win. Maar ja, Chris is ook geen cadeau. Gooit vlot en als zijn eerste zit is het een hele gevaarlijke. En ik kwam zo wat moeizaam op gang. Maar ik ben blij dat ik dan, wat kwam ik? 4-1 achter volgens mij, of 4-2 achter. Dus ik ben heel blij dat ik die match ben doorgekomen. Ja. Hij mist dan op een gegeven moment drie pijlen volgens mij, voor 5-2 of zo, 5-3. En daarmee kom ik terug in de wedstrijd. En mijn laatste leg was goed. Die was steady naar beneden en hij was niet mee. Dus In uw interview vooraf op televisie klonk je wel helemaal anders. Daar was je zeer ambitieus, vond ik. ja. En zei je ook van ja, je kan slechter loten dan Ja, maar dat Chris is ook. Landman. En ik had, ja, maar ik had in het begin schrik. Ik dacht, oeh, jij gaat hem toch niet onderschatten, want Chris Landman was wel Lakeside-finalist, een paar maanden terug. Maar ik vond het wel ergens wel mooi om te zien dat je inderdaad wel gretiger en ambitieuzer je interviews doet. Ja, ik heb ook veel meer zelfvertrouwen. Hè. Dat heb ik van het weekend ook gezegd. Als je kijkt naar het niveau van de laatste maanden, is dat meer resultaat. Maar als je kijkt naar het niveau van de laatste 2 jaar, weet je, en het zit gewoon goed. Alles zit goed. Mijn privéleven zit goed. Het gooien gaat goed. Dus dan is het normaal dat je zelfzekerder wordt. Hè. En dan, als je dan iemand krijgt als Chris Landman, hele goede darter. Maar je hebt ook andere namen de eerste ronde die je kunt treffen. Dus dan is Chris Landman geen slechte loting. Nee. Wat Oké. wel een moeilijkere loting was op papier, was natuurlijk Michael Smit in de tweede ronde. Hè? Maar die buiten het feit dat je een mooie overwinning boekte, haalde hij ook totaal zijn niveau niet, hè? Nee, klopt. Maar ja, weet je, dat is in principe mijn probleem niet. Hè? Ik speel daarvoor te winnen. Hij ook. Ja, als je dan niet in vorm bent, het is dan dat je ze moet pakken, zeggen ze. Ja, zeker. Ja, ik snap dat.
van hem niet. Dan kom je helemaal naar België en dan sta je er gewoon niet. Want hij stond er gewoon niet. En dan, dus bij hem, hij heeft niet echt een bepaald basisniveau waar hij op terug kan vallen, dat het altijd nog 94 is. Blijf ik toch gek vinden of zo. Ja, klopt. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Als ik het mag opwerpen, hij heeft dat basisniveau eigenlijk wel. Of had hij met zijn vorige pijlen bij Unicorn? Ik denk dat dat een beetje kwijt is met die pijlen van Shot, Ja, vrees ik. de klik is er nog niet helemaal, hè, met deze pijlen, inderdaad. Dat erken ik ook zeker, inderdaad. Op het ene moment gooit hij geweldig, maar inderdaad, als hij niet thuis geeft, gooit hij gemiddeldes die inderdaad onder de 90 kunnen liggen, hè? Ja, het is echt bizar, is het bij hem. Maar dat kan makkelijk opgelost worden. Hè. Het kan soms zijn gewoon een andere shaft of een iets langere of kortere punt en daarmee dat opgelost is. Maar ja, dan moet hem wel gaan kijken. Moet hem het wel zelf zien op te lossen. Ja, iemand anders kan moeilijk tegen hem zeggen van Michael, je moet zien voor iets anders. Gaat hem toch zelf moeten doen. Heb jij Ja. iemand die naar jouw worp kijkt of naar jouw vlucht als je gooit van stel ik wil wat veranderen en het voelt niet helemaal lekker of doe je dat allemaal zelf? Nee, want je ziet dat zelf. Als je pijlen scheef zitten of ze zitten raar in het bord of niet hetzelfde als ervoor, ja, dan weet je dat er iets niet klopt en dat er wat aan moet veranderen. Ik had dat met mijn pijlen ook. Ik had er eerst een medium shaft op zitten en gewoon een 32 mm punt. Ja, dat zat schots en scheef en dat zag er niet uit. Nee. En dan ben ik verkort van shaft en een langere punt erop gestoken. En nu gaat dat wel goed. Dus het zijn soms kleine dingen die je, als je die aanpast. Dat ineens wel goed kan gaan. Ja, want vroeger had je je eigen flights op je pijlen zitten. Nu gebruik je Ja. zo'n 2-in-1 systeem. En merk je dat ook, dat jouw pijlen daardoor een stabielere vlucht hebben? Goh, nee, want dat is eigenlijk knal hetzelfde als met mijn andere, als met mijn gewone flies van Bulls. Waarom dat ik dat wou proberen? Omdat ik heb heel veel dat mijn flights van mijn shaft vallen. En met dat systeem, daar zit zo een champagne ring in, noemt dat. En dat schuift over je shaft en dat blijft iets vaster zitten. En dat was eigenlijk de enige reden waarom dat ik dat ben beginnen gebruiken. Welk systeem is dat dat jij gebruikt? Want dat weet ik eigenlijk niet. Dat is nu van L-Style. Ah, De het zijn L-Styles, ja, oké. de, maar de Phantom Flies, die zijn harder als de gewone flies. Okay. Oké. Moet ik zelf ook eens proberen. Nog nooit geprobeerd. Nou, het werkt in ieder geval bij Mike, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. We zitten dus intussen in de tweede ronde, Damien. We kunnen het ook opnieuw weer hebben over die Andreas Harrison. Want die gooide ook een dijk van een wedstrijd tegen Gary Anderson in die tweede ronde. Ook al verliest hij. Ja, zeker. Ja, hij heeft wel echt laten zien dat hij goed mee kan op dit niveau. Je denkt inderdaad, dan laat hij het bij één wedstrijd, maar tegen Anderson was het ook gewoon goed. Alleen verloor helaas voor hem dan met 6-5. Maar hij heeft zeker wel toch wel verrassend dat ik dat van tevoren echt niet aan zie komen. Echt wel zijn naam laten doen gelden. Ja, het moment in die partij vond ik Gary Anderson die eerst in een lijk 100 uitgooit met single 20 topstops. En dan staat de lek daarop Andreas Harrison op 140, triple 20 topstops, zegt hij. Ja. Oh man, dan heb je toch ballen aan je lijf, jong. Lekker. Ja, mooi Dat is was dat echt toch? een mooi moment. Ik was toen in de zaal ook. Ik was aan het opwarmen. En iedereen in de practice room. Iedereen zo, oh, zo'n reactie gaf die. Dat was echt schitterend om te zien. Ja, Ja, dat was echt de geloof ik moeite. best. Heb je naar mijn commentaar toen geluisterd, toevallig, Damien? Nee, sorry. Oh, Ik heb het zonder comment. dan heb je mijn mopje niet gehoord aan het begin van de wedstrijd. Wat dan? Wel, ik zei dat het een partijtje Dirty Harry tegen Dirty Gary was, hè? Ja, nee, ja. Klopt zeker. Typisch iets voor Matjas, hè? Zo'n uitspraak. Sorry. En dan zelf Hij kapot vindt hem zelf ook erg leuk, merk ik. gaan. Sorry. Ja, We mooi. zagen, om nog even serieus terug te komen, we zagen wel heel veel in die tweede ronde last leg deciders. Bunting tegen Rock, Anderson, Harrison, Noppert. Noppert tegen Dolby, Cross tegen Weenig ook daar, een last leg decider, Seul Veenstra. Dus het waren heel veel close battles. Pietrescu Woodhouse en Joyce tegen Chisnall. Straf hoor.
Nou, leuk toch? Ja, ik vind de elfde leg altijd wel leuk. Lekker beslissend, alles of niets. Ik snap wel spelen dat je helemaal gek wordt. En als je een bepaalde voorkeur hebt, dan is het ook altijd wel spannend. Maar in principe is het altijd wel leuk om naar te kijken, vind ik. En er zijn echt nog heel veel dingen waar we over kunnen terugbabbelen. Inderdaad, Luke Humphries die James Wade aan gort smijt. 6-1 met een gemiddelde van 110. Dus dat is nu het hoogste gemiddelde ooit gegooid in Wiese. Joe Cullen, die eventjes tegen Dirk van Duivenbode 2 keer een big fish gooit. Dat Ja, vind ik ook wel heel straf hoor. Cullens was goed tegen Schindler en Van Duivenbode. Maar het is echt typisch Cullen. Die is dan echt goed bezig. En dan tegen Wattimena stond hij 83 gemiddeld te gooien. Denk ik, Ja. nou, het is echt weer. Het is zo wisselvallig Bizar. bij die man. Terwijl hij is zo goed. In principe is dat gewoon een top 10 speler, denk ik. Alleen hij is zo wisselvallig met dat soort dingen. Hij kan zo inzakken. Ja. Heb jij Mike ooit al in één partij 2 big fishes gegooid? Dat je Nee, weet? ik ga niet geregeld vissen. Dat is niks voor mij. Nee? Nee, Geen nee, op. nee. Ah. Nee, nee. Twee niet. Ik heb er wel al gegooid, maar volgens mij niet. Nee. Nee, Niet dat ik mij oké. kan herinneren, in ieder geval. We hadden ook een Watergate-schandaal. Christoph Ratajski tegen Luke Littler. Wat denk jij? Is dat bewust gedaan, Mike? Goh, ik denk dat niet. Dat zal wel in het moment zijn dat hij denkt van dat is mijn tafel en niet opletten. Ik heb het ook eens gehad, de Grand Slam een paar jaar geleden. Dan hadden ze ook al twee tafeltjes en dan moest ik tegen Fallon Sherrock en dan had ik ook ineens het flesje van Fallon Sherrock vast. Ja, ik Heeft het denk wel niet 2 keer gedaan, dat. Twee Ratajski. keer? Oh. 2 keer. Want op een gegeven moment Dat is heeft Littler misschien een dan wel andere het flesje, zijn eigen flesje, onder zijn tafel gezet. vraag. En ik afblijven. Ja. Ja, hij heeft het 2 keer gedaan, Ratajski. Ja, oké, dan is het misschien wel iets ja, dat dan een keer gebeurt, maar twee keer en dan in dezelfde wedstrijd. Ja, ik weet het niet. Ratajski is sowieso wel een beetje een rare. Ja. Want Dat zie je eraan. het is vaak ook als hij gooit en hij haalt zijn pijlen en hij loopt terug. Voordat hij achter is, dan kijkt hij terug naar het schrijfbord. Maar Oh dan, ja, als jij pas klopt. daar, dan lijkt het alsof dat hij u aankijkt. En dat is echt hinderlijk. En Ja, dat snap hij doet ik. dat vaak wel. Dan En zie hij je is net ook al vaak op aangesproken. uit je ooghoek Ja. zie je hem dan net inderdaad nog omdraaien. Dan denk je, wat is er? Ja, Ja. dat is hinderlijk. Dat snap ik wel inderdaad. Als we ook een andere wedstrijd, wat wel echt een beetje een klassieker aan het worden is, is Hetta tegen Littler, hè? Wat weer een mooie wedstrijd was dat. Die kunnen toch goed vermaken met z'n tweetjes. Ja, dat Ja. klopt. Ja, en Ja. Mike de Dekker tegen Bunting. Dat was ook een mooie pot. Het niet zo'n mooie afloop, maar ik vond het wel een hele spannende wedstrijd, uiteraard. Mag ik voordien nog op één iets terugkomen van de tweede ronde? Zeker. Want dan zullen we daarna verder gaan. Ja, Michael van Gerwen. Ja, heel jammer. Tegen Peter Wright. En Peter Wright, die echt een paar keer heeft aangegeven van I feel sorry for Michael, omwille van de schouderblessure. Het lijkt echt alsof Michael er verder mee blijft struggelen. Ja, ik hoop het niet inderdaad, maar het ziet inderdaad niet goed uit. Hij moet wel hebben gebaald ook natuurlijk van Gerwen. Als zij Wright zei het wel vrijdag van ik ga morgen winnen van Gerwen en dan speel ik zondag op mijn verjaardag. Had het aangekondigd, maar ja, toch wel jammer voor van Gerwen, vond ik. Ja, op zaterdag is hij samen met Gerwin Price toegekomen aan de venue in Wiese. Dus Michael van Gerwen reed en Price zat naast Van Gerwen, broederlijk naast elkaar kwamen ze toe. Oké, Maar hij oké. is wel aangeslagen, alleen vertrokken van Gerwen. Oké, dus ik weet niet hoe Price dan weg is gekomen. De Hier. shuttlebus was. Met de shuttlebus, Ja. Nou, ik denk dat hij best een taxi kan betalen, toch? ja, hij zal wel met iemand meegereden zijn. Maar ja, ik hoop echt voor Van Gerwen dat het snel goed komt. Ja, ik weet er nog niet meer over, maar het ziet er inderdaad niet goed uit. Zeker als je. Het heeft ook invloed op zijn resultaten, dus. En ik ben ook niet zo fan van het nieuwe shirt hoor, met al dat zwart. Het moet wel een beetje groen blijven bij hem, vind ik. Maar goed, dat heeft niks met die blessure te maken natuurlijk. Nou, ik vind dat zwart erin wel, ik vind dat wel mooi. Het is iets anders. Dat groen. Dat zwart is goed daarin. Okay. Ja, ieder zijn smaak. Dan maken we dus nu effectief de stap naar die derde ronde, Damien. Je had al een voorzetje gegeven. Damon Hetta tegen Luke Littler. Het was opnieuw een kraker van je welste. Littler kon deze keer ten opzichte van de UK Open revanche pakken naar Hetta. Maar ik wou het vooral hebben over zijn wakan.
Naar links. Naar Ja. rechts. Ja, vinden jullie dat mooi als het dat zo doet? Ik vind het ook Ja wel hoor. leuk, ja. Ja, ja zeker. Ik vind dat wel. Het is origineel ook, hè. Het is niet iedere keer hetzelfde. Wat was het, vorig jaar of 2 jaar geleden? Kwam dan op mij, laat het gras maar groeien. Kwam toen met zo'n speelgoed grasmaaier op. Ja, weet je, dat zijn leuke dingen, hè. Ja, ik vind dat tof dat hij dat doet. Ja. Ik had vooral een binnenpretje, want ik was toen met Brian commentaar aan het geven. En Brian zei off the record tegen mij van ja, de Hetta heeft tegen mij gezegd dat hij ervoor gekozen heeft om gewoon standaard op te komen met zijn nummer waar hij normaal mee opkomt. Die herwerkte versie van Stand By Me. En Damon Hetta wordt aangekondigd en het begint met de snolle bolletjes. En het gezicht van Brian naar mij toen, op het moment toen die walk-on bezig was, was goud waard. Dat kan ik geloven. Ik kan mijn Geloof Brian best, zijn ja. gezicht zo inbeelden. Ja, Ah, geweldig. Mike, je hebt ook een nieuw walk-on song nu, hè? Ah, Ja, en ja. hij sloeg deze keer wel aan. Ja. Dus, weet je, ik had met WK gezocht achter een nieuwe. En ja, Ludo, die zei van ja, anders moeten we deze proberen. En ik had zoiets van, ik weet het niet. En dan een andere genomen. En nu, omdat het in België was en omdat hij er dan toch weer over begon, had ik gezegd van, het is goed, ik zal hem eens proberen. En in de eerste avond, de vrijdag, er waren er wel een paar dan meezongen, maar niet extreem. Maar dan zaterdag en zondag was heel de zaal wel mee. En dus het is misschien wel een blijver. Ja, mooi. En als ik ook het wereldkampioenschap langs de walk-on, die heb ik vrijdag gezien. Hè? Ik weet niet of jullie die nog hebben gezien. Ja! Dimitri. Ja, Dimitri, maar ook Buntix. Allebei waren ze echt, dat was niet normaal hoe lang die bezig waren. Ik moest dan boelen voor mijn wedstrijd, de zaterdag. En Graeme zit tegen mij. We hebben de langste, hetzelfde wat jij zegt, we hebben de langste walk-on al gehad dit weekend. Dus jongens, alsjeblieft, houd een beetje rekening mee dat je niet onnodig veel tijd neemt bij je walk-on. Dus, nee. Ja, maar het was echt. Hij sloeg ook weer valt de prijs, hè? Maar hij sloeg niemand over, Dimitri. Maar het was ook. Ik dacht op een gegeven moment: die plaat die is klaar, weet je wel, van Pharrell Williams. Maar ze hadden hem wel goed, hadden ze hem op repeat gezet, waardoor hij wel gewoon vloeiend over bleef gaan. Dus dat vond ik wel. Ze waren wel voorbereid of zo, hè? Ja. Ja, dat is Dimitri. Hè. Dimitri, en zeker in België. Ja, hij geniet ervan. Hij wil dat iedereen dat een handtekening vraagt, een handtekening krijgt. En hij pakt zijn tijd, ja. Sommigen vinden dat leuk en sommigen denken van, jongen, doe eens door. Ja, ja ik vond het wel mooi. Het was wel een beetje wel kippenvel. Want hij kwam wel als koning kwam hij echt terug in België, vond ik, hoor. Je ziet wel echt Ja. Hoe groot hij is. Ja, het is dan dubbel en dik zonde dat hij dan uitgerekend in die last leg decider, ja, dat grote vlak van de 20 mist, hè. Ja. Dat was zo pijnlijk, ja. Ja, die is Klopt, wel ja. Slecht van geslapen hebben, inderdaad. Maar het is juist ook dat wat, het is ook dat wat Mike net zegt, dat denk ik bij Dimitri voor net dat tikkeltje meer druk zorgt ook. Hij wil het te goed doen in België, op eigen Belgische grond. En dat maakt dat zijn resultaten tot nu toe in Wiese bijzonder magertjes ogen. En dat is Ja, jammer. ja, het is nog niet veel geweest in Wiese natuurlijk. Hopelijk in Antwerpen dat het wat moois wordt. Och. Maar in Wiese inderdaad is het nog niet veel geweest, nee. Hij verloor dan van Bunting. Het is toch wel de ja, Belgische killer, hè, van dit weekend. Als we weer even teruggaan naar de derde ronde. Want het liep niet helemaal lekker, hè, Mike? Nee, het liep niet vanzelf. Het liep niet zoals een dag ervoor. Pak die eerste leg nog, maar dan ineens schoot hij serieus in gang en ik kon niet mee, ja, simpel. Ik kon hem niet echt onder druk zetten. En dat deed hij bij mij wel. Dus ja, hij heeft verdiend gewonnen. Hij was gewoon de betere. Ja. Op zich, je gooit 95 gemiddeld, maar Bunting was beter. Met Ja, 102, toch? 95 is tegenwoordig ook niet meer uitzonderlijk, hè. Daar kun je als, want gelijk tegen Michael Smith doe ik hetzelfde, gooi ik ook 4 of 95. Ja, maar Michael Smith was niet goed, dus dan lijkt het alsof dat je iemand echt serieus overklast, maar dat is gewoon omdat Michael Smith niet op zijn niveau was. Als je dan iemand hebt zoals Bunting, dat wel in vorm is, ja, dan weet je gewoon dat rond de 95 hangen niet genoeg is.
Nee, nee. Ja, Ik heb hem helaas. een nieuwe bijnaam gegeven, Bunting. In het interview. The Butcher of Ja. the Belgians. Ja, het is wel echt zo. Hij Hele, voelt er hele wel in. lieve, vriendelijke man. Hij excuseerde zich meermaals naar het Belgische publiek. Maar ik vind hem echt een hele lieve man. Ja, dat is ook. Dat is een heel sportieve kerel. Zowel in winst als verlies. Altijd vriendelijk. Ja, ik kan er eigenlijk geen slecht woord over zeggen, over Bunting. Mag ik nog over één iets terugkomen, over de walk-on van Mike? En vooral dan teruggekoppeld aan Damien. Mike wist mij dit weekend te vertellen dat hij die walk-on al eens in Nederland wou proberen, maar dat dat niet mocht om bepaalde redenen. Hoe kijk jij, Damien, als Feyenoord-fan naar zijn nieuwe walk-on? Ja, het is inderdaad, het is echt een Ajax-nummer is het wel. Maar ja, ik moet toch toegeven, ik vind het wel een lekker nummer, vind ik het wel hoor. Maar het is, ik snap wel dat het inderdaad in Nederland niet mocht, want het is heel erg Ajax gerelateerd. Maar bij welk toernooi Ja. wil je dat doen dan? Ja, dat weet ik niet meer. Eurotour of zo dan, denk ik. Ja, waarschijnlijk. Dat zal allicht wel een Eurotour geweest zijn in Nederland. Maar het is wel zo dat heel voetbal gerelateerd is. Want Ludo is een fanatiekeling van Anderlecht. En Anderlecht en Ajax die hangen zoals samen. Dus, Ja. en bij Anderlecht wordt dat liedje ook gezongen. En daarom zei hij van, niet per se omdat dat van Anderlecht is, maar omdat hij dat ook ja, zo wel een leuk nummer vindt. Want bij mij, daar zit niks voetbal gerelateerd achter. Ik kijk voetbal, maar ik ben niet voor Anderlecht of voor Ajax of voor een of andere ploeg. Dat maakt me allemaal niet uit. Ik heb dat nummer gewoon genomen omdat het kwam van Ludo. Ja, dus het Dat heeft je niks. niet alle voetbalfans op mijn nek krijgt, want dat Nee. bedoel ik niet. Want jij bent voor KV Mechelen of niet? Ik ben voor geen enkele ploeg. Maar je hebt niks met Ik kijk voetbal. graag voetbal als het leuke wedstrijden zijn, zoals Champions League of zo, maar ik heb niet specifiek één ploeg waar ik voor ben. Je zou wel een leuke bijnaam kunnen hebben, hè? The Machine from Malines. De Machine, ja. Je hebt de Machine James Wade en dan heb je de I Machine know. Gun James, Jermaine en dan nog. Nee, Ja. nee, niks van. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. In die derde ronde hebben we ook weer krakers gekregen. Hè? Price tegen Anderson, fantastische wedstrijd om te zien. Ik vond ook Humphries tegen Searle een leuke partij. Net als Hetta tegen Littler. Ja, en Peter Wright, Johnny Clayton. Ik dacht op een gegeven moment, wordt dit de revive van Johnny Clayton? Want speelt twee hele sterke partijen in de tweede en de derde ronde. Om dan eigenlijk een kullentje te doen, om het zo te Ja, zeggen, in de kwartfinales. oh, die kwartfinale, die was echt verschrikkelijk tegen Petrescu, hè, van Wat beide was kanten. dat? Ja, ik snap daar niks van. Als je in de middag zo goed speelt en de avond niet. Ja, ik heb de ervaring niet hoe dat is om te spelen, maar jij wel, Mike. Kan dat van dat je middag en avond, dat er dan te lang tijd tussen zit of dat je even niet de goede voorbereidingen hebt, dat je niet goed eet, dat je niet slaapt of wat, hoe kan dat? Ja, dat is wel. Ik heb dat gehad in Budapest. In Budapest haalde ik ook de kwartfinales. En mijn wedstrijd, smiddags, dat was ook tegen Michael Smith. Die was volgens mij de één na laatste of de laatste van de middag. En ik moest s'avonds dan ook de eerste of de tweede wedstrijd gelijk. Dus veel tijd ertussen had ik niet. Dus ik had gezegd, ik blijf gewoon in de zaal. En ik eet daar wel iets. Maar ik had ook een maat van mij mee. En die was eten gaan halen. En dat duurde redelijk lang. En tegen dat ik had gegeten, dan was al de energie zo uit mijn lijf. En ik gooide s'avonds, want dat was dan tegen Scott Williams. Ik gooide s'avonds ook echt niet goed. En dat is misschien een beetje hetzelfde wat dan met Peter Wright is gebeurd. Ja, je eet ook niet heel gezond. Mijn moeder had nu al bananen mee. Voor stel dat ik zou winnen van Bunting, dan had ik op zijn minst iets dat je energie gaf. En Ja. geen hamburger of zo, want ja, daar zakte alleen maar van in elkaar. Dus dat zijn wel dingen. Het zou goed kunnen dat hetzelfde is gebeurd bij Peter Rice van het weekend. Ja, bij Is, is kleding dat vooral altijd, is dat natuurlijk. altijd zo, die catering? Dat altijd, ja, laat ons zeggen, vettig eten is? Goh ja, meestal wel. Ja, gelijk in Engeland op de Pro Tours is dat ook. Dat is allemaal ja, friet en hamburgers en kippennuggets en pizza, zo'n dingen. Die zijn daar te verkrijgen.
Dus misschien wel iets om naar te kijken in de toekomst toe, om dat toch een beetje aan Ja, te tuurlijk. pakken, Dat denk ik toch. is hartstikke onprofessioneel. Ik zag ook bij Q-School, zag ik ook, je kon alleen maar viezigheid en vettigheid kon je krijgen, zeg maar. Dat is voor een keer lekker, maar als je dat, je speelt dan Dat 3 dagen. klopt, want ik ben 3 dagen gaan kijken naar Q-School en het aantal frikandellen dat ik daar heb Ja, gegeten, oh. dat was niet normaal. Met currysaus, hè, Mike? Met currysaus erbij. Ja. Ja, Ja. dat moeten ze wel aanpakken, Ja, vind ik. Maar dat goed. mag echt wel wat beter, hoor. Dat mag, nou weet ik niet of ze allemaal gelijk daar naartoe zouden grijpen, maar geef de optie in ieder geval. Maar ik moet zeggen, het eten nu in Wieze was wel beter als bij anderen. Er was ook een optie voor pasta en andere dingen. Ik heb er niks gegeten, maar ik hoorde van anderen. Want ik zag van Ludo op een gegeven moment een pasta eten. Zo. En dat heb je bij andere events vaak niet. In de zaal kan je pasta's eten, dat klopt. Ja. Ja, maar Oké. in de dingen, in de players area, konden dat ook bestellen. Dat werd dan waarschijnlijk wel uit de zaal gehaald, want dat duurde wel even. Maar je kon dat er ook wel krijgen. Oké. Ja. Dan gaan we richting die kwartfinales. En we zullen misschien beginnen met jouw landgenoot, Damien Germain Wattimena. Heel goed toernooi gegooid. Ja, het was wel heel knap dat hij daar überhaupt stond. Hij heeft echt een goed toernooi gespeeld, inderdaad. En in de kwartfinale kan je ook niet zeggen dat het echt op was. Maar ja, Luke Littler speelde gewoon waanzinnig. Ze gooide Ja, maar hij 110 heeft gemiddeld. 102 gegooid tegen Luke Littler. Was een goede Ja. wedstrijd. Ja, dan heeft hij voor mij wel weinig op de dubbels gegooid. Dus het was wel vooral rechtdoor gooien. Maar alsnog is het wel knap natuurlijk. En voor hem al heel goed dat hij de kwartfinale heeft gehaald. En hij zei ook vrijdag in het interview dat hij zich wat onderschat voelde. Ja, 100%. Nadat ik een periode ben heel veel afgevallen. Hij heeft natuurlijk een minder periode gehad. Maar nu gaat het weer de goede kant op. En daarna heb ik mijn niveau weer omhoog gevonden. En ja, weet je wat het is? Kijk, de spelers die hier rondlopen op de Tour, die kennen mij goed genoeg. Maar als je ziet, hè, dan word ik misschien onderschat. Maar de keyboard warriors die op Facebook zitten, nep-accountjes, ja, dat schiet niet op. Nee. Maar ik lees dat allemaal niet meer, dat is verleden tijd. Maar die hebben altijd oordelen dat wat nooit klopt. Dat snap ik wel, want hij is echt wel weer terug aan het vechten. Hij heeft zich gewoon 10 jaar achter elkaar geplaatst voor het WK. Nou, dat is ook niet iedereen gegeven. En nou, ik vond dit gewoon een heel goed toernooi van hem. In de kwartfinale mag hij echt heel tevreden mee zijn natuurlijk, hè? Begrijp jij die Ja. uitspraak, Mike, dat hij zich onderschat voelt, Jermaine? Ja, ik snap dat wel. Hij heeft ook niet een hele goede periode achter de rug. Resultaten wat minder, gooien wat minder. Dus ik snap wel dat hem dat zegt. Hij is wel, wat ik iets goed vind aan Jermaine, is dat hij iets veranderd heeft aan zijn worp. Hij gooit iets trager. Het Klopt, is ja. niet heel veel, maar het is vooral bij zijn eerste pijl is het iets gecontroleerder. En dat helpt wel, als je ziet, ja, van het weekend, hij doet goed. En hij is ook het jaar redelijk goed gestart. Zijn niveau is een pak beter als vorig jaar en het jaar ervoor. Dus het is wel goed dat hij eraan werkt en er toch iets aan wil doen. Zeker. Ja, ik vind dat hij het gewoon heel goed heeft gedaan, inderdaad. En wat je Ja, zegt, klopt. iets rustiger, dat is voor hem ook wel fijn. Even ook iets meer rust in zijn hoofd. Ik wil niet zeggen dat hij zo onrustig is als Cameron Menzies, maar hij kan ook wel onrustig zijn, hè, in zijn hoofd. Ja, dat kan Germain zeker. Ja. Ja, nee, dit is gewoon hartstikke, hartstikke mooi. Mooi gedaan door hem. En daarna waren er ook nog krakers, hè, in de kwartfinale. We denk ik, Price tegen Bunting was ook, vond ik ook wel genieten. Ja, het was Ja. ook een hele fijne, goede wedstrijd. En Hadden we ja, liever Mike zoals gehad we. in die wedstrijd. Toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk. Uiteraard. Maar goed, ik vond het wel heel fijn voor Price om te zien hoeveel steun dat hij kreeg van het publiek. En dat heeft hem wel. Je merkt dat hem dat helpt. Ja, hij is niet gewend natuurlijk. En het is hem ook wel gegund, inderdaad. Gewoon een keer het publiek gewoon mee. En hij vond het ook echt wel fijn, liet hij het natuurlijk achteraf weten. Dus nou ja, hartstikke mooi voor hem. Ja. Ja, het wordt ook tijd om ze stoppen, hè, met dat fluiten en dat boerenroep. Dat heeft lang genoeg geduurd. Het punt is wel gemaakt dat toen op de Grand Slam met Gary Anderson dat niet kon. Hè, dat publiek dat niet leuk vond. Maar voor zoveel jaar nadien nog altijd te lopen fluiten, Ja, mensen het weten mag niet wel eens meer waarvoor. ophouden. Mensen weten niet eens meer Nee, waarvoor ze fluiten. Ze doen gewoon nee. mee. Nee, ja, dat is meelopen met de hype. Ik zal het zo maar noemen. Maar dat mag gaan stoppen, weet je. Hij roept en hij is uitbundig, ja, maar Michael van Gerwen doet dat ook al heel zijn carrière. En zo Ja. zijn er nog. Michael wordt nooit uitgesloten, ja, als het hem tegen iemand in zijn thuisland moet.
dan een keer. Maar over het algemeen wordt Michael nooit uitgefloten. Dus. Nee, wat hij wel tegen heeft op Van Gerwen is dat hij... Hij wordt uitgefloten, laat hij zich wel altijd vaak kennen, weet je wel, met gebaartjes. En Van Gerwen heb ik nog nooit een gebaar zien maken naar het publiek. En daardoor houdt het, denk ik, wel een soort van stand, dat boegeroep. Ja, maar ik denk dat dat ook is omdat bij hem zodanig veel is dat wordt op een gegeven moment gewoon te veel. Op de WK tegen Clemens doet hem daar zo een koptelefoon aan. Maar ja, dat was ook geen zicht. Het mag gewoon gaan stoppen. Het is leuk geweest, het is grappig geweest. Voor hem dan niet. Maar laat die mens ook gewoon zijn job doen en geniet ervan in plaats van hem uit te fluiten. Ja, dat is een van de meest attractieve spelers die er is, denk ik. Want hij stond ook buiten de top 4 van de wereld voor de Premier League. Nou, ik denk dat niemand, dat er een discussie is geweest, moet Price wel of niet worden uitgenodigd. Ondanks dat hij niks gewonnen had. Terwijl Humphries als nummer 5 van de wereld een jaar eerder natuurlijk gewoon gepasseerd werd. Dus ik denk dat Price, vind ik, een van de meest attractieve in ieder geval. Ja, dat is wel. Ja. En als ik merk in Ahoy ook, dan wordt hij ook helemaal kapot gefloten door 10.000 mensen. Dat moet niet makkelijk zijn, hè? Nee, dat kan niet makkelijk zijn. Dan ze hun naam scanderen is al één ding. Zoals van het weekend, als er 3.000-4.000 man achter u staan. Maar ik denk als er 3.000-4.000 man loopt te fluiten, dan voelt u niet al te groot op dat podium. Nee, dat denk ik ook niet. Inderdaad. Ik denk dat we dan naar de halve finales gaan, toch? Ja, want een van de, ja, laten we zeggen, verrassende halve finalisten was Ricardo Pietrescu. Maar is het verrassend? Want ja, hij won eigenlijk de Eurotour voor Wiese, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment passeerde er een statistiekje. Ja, er zijn maar een handvol spelers, zelfs niet, denk ik, die 2 Eurotours na elkaar weten te winnen. Humphries was daarbij, dacht ik. Ik denk dat ook Van Gerwen en Wright daarbij stonden. En Pietrescu had op een gegeven moment ook wel de kans, natuurlijk. Ja, zeker. Als je alle finales bereikt. Hij ging ook best wel steady door het toernooi heen. Dus het was wel een beetje een verrassing natuurlijk. Ook hoe makkelijk die bepaalde wedstrijden wonnen. Als je van Joyce wint met 6-4, van Clayton met 6-2. Nou, dat vind ik toch mooie overwinningen. Dus heel verrassend was het uiteindelijk niet. Het ging best wel soepel. Maar ja, vooral na de wedstrijd over die halve finale was een hele hoop te zeggen. Hij is een slechte verliezer, hè, Mike? Ja, ik heb dat gezien, ja. Het zou erover gaan, blijkbaar. Iets dat Luke voor tops ging of zoiets. Nou ja, hij ging op 147 voor triple 19 tops bullseye. Ja, waarom niet? Ja, als die jongen dat zo wil doen, ja, laat hem lekker doen. Ja, maar het is eigenlijk te makkelijk voor hem, Mike, op dit moment. Zo komt het erop neer en dan gaat hij wat showboaten. En veel spelers, waaronder Pietrescu is daar nu heel expressief in, maar ik denk dat er nog meerdere spelers gaan zoiets hebben van, ja, dat is te arrogant of zo, snap je? Ja, eens hoor, ja. Vind ik. Ik vind het net iets te ver gaan wel. Als je dit, bijvoorbeeld, zo doet dit in de kroeg, dan krijg je, nou, ik wil niet zeggen dat je krijgt een tik, maar dan word je ook niet leuk aangekeken, denk ik, toch, Mike? Ik denk dat dat te zien valt tegen wie. Ik zou er wel... ik zou dat niet erg vinden, moest hij dat tegen mij doen. Weet je, als hij hem zo uitgooit, ja, dat is knap. Ja, je vermoeilijkt het voor je eigen en dan lukt het nog. Ja, je kunt niet anders doen dan in je handen klappen en zeggen, ja, goed gedaan. Ik snap niet waarom dat mensen zo... Ik heb Pietrescu ook al rare dingen zien doen. Hij doet ook niet altijd alles, zeg maar, volgens het boekje. Dus ik denk dat hij zeker niet niks mag zeggen. En dan al zeker niet op zo'n podium dat iedereen het ziet. Wacht dan tot ik hem van achter zie en spreek hem er dan over aan. Weet je? Ja. Want nu krijg je heel social media op je nek. Ja, dus, en op Instagram inderdaad. Want dat was vooral op Instagram, liet hij daarna van zich horen. Noemde die Littler arrogant en... dat hij respect voor me had, maar dat respect wel verdwenen is, natuurlijk. Dus ik vond wel mooi bij Hetta, die deed bij de UK Open, won die van Littler. En toen zat Littler met zijn rug naar hem toe. En voor mij sprak Hetta hem daar toen gelijk gewoon op een normale manier op aan. Ik denk dat dat beter is dan hoe Pietrescu het nu heeft aangepakt. Natuurlijk. Maar je zag ook, Pietrescu ging ook vol in het gezicht van Luke Littler. Het is niet dat hij het rustig zei. Hè? Hij stond op, denk ik, nog geen 10 centimeter van Luke. Zo knal in zijn gezicht, ja, kom, dat is voor niks nodig.
Nee, maar ik vind, ja, ik ben toch niet zo van die dingetjes van Lidl. Ook dat hij op een keer op 171, met nog één pijl ging hij voor een grote 1 om 170 over te laten. Vind ik ook wat Ja, overdreven nee. allemaal, hoor. Dat zijn inderdaad. Dat zou ik ook niet doen. Maar ik vind tops, bulls. Op 147 dan, hè, dat je top en dan bull gaat. Tja. Peter Mandelay heeft dat in een tijd ook gedaan. En dat is dan zoveel jaar geleden. Dat is waar, dat is waar. Pieter Man die deed het ook voor 9 darten toen, hè? Ja, klopt. Ja, wat vind jij, Matthias? Ja. Ik stoor me daar eigenlijk ook niet aan. Maar je ziet wel. Vroeger bij de oudere garde werd dat vooral niet geapprecieerd, dat je met twee keer een dubbel probeerde uit te gooien. Maar goed, we zijn nu toch ondertussen al lang die shift aan het maken, dat toch vrij normaal begint te worden. Dus ja, Ja, ik heb meer aan als je mijn met kant. tops begint. Kijk, begin je met boel, die begrijp ik nog, weet je wel. Want stel je gooit 2 keer enkele boel, sta je op tops. Maar voor tops gaan en dan boel zijn is wat onlogisch, natuurlijk. Ja, goh, Kijk. ja. Zo heeft iedereen zijn mening erover, denk ik. Het is een Ik hele zal lange. de uitspraak doen, Mike, en jij mag er dan op antwoorden, die Brandon Dolan afgelopen woensdag deed bij mij. Hij zei, wat een tegenstander van mij aan de okkie doet als hij aan het gooien is, het zal me worst wezen, zolang dat hij mij maar mijn ding laat doen en laat hem maar zijn ding doen. En voor de rest maakt het mij niet uit. Ja, dat is ook. Je moet ook niet kijken naar wat een ander doet. Je moet gewoon zelf gooien. Want dat zijn allemaal factoren en daar gaat u aan storen. En dat trekt uw eigen spel naar beneden. Je ziet wel. Dus dat heeft allemaal geen nut. Die discussie ging wel over Dimitri van den Berg toen met de UK Open. En Brandon Dolan zei: van mij mag Dimitri zelfs tijdens zijn beurt een handstand doen. Het maakt me niet uit. Ik heb daar wel op gezegd: inspireer Dimitri niet, hij zou het nog durven misschien. Ja, daag hem niet uit, inderdaad. Stel je voor. Doen, proberen bedoelde. Ik zie Ja. Dimitri geen afstand doen. Nee, dat zie ik ook niet zo Ik snel herinner me gebeuren. wel eens een wedstrijd van, ik denk dat het was het Justin Pipe die een Tegen wedstrijd Kevin wint Painter. en de worm begint te doen op het podium zo. Dat was tegen Kevin Painter. Ja, of Dat tegen Rob klopt, Lee, inderdaad. want Kevin Painter was toen ook kwaad en die zei waar en op een gegeven moment ging hij inderdaad zo. Ja, het was niet de worm, zo, maar het was zo op zijn handen. En dan terug op zijn voeten, zo Ja, op en zo was neer. het. Ja, Ja. ja, ja, ja. Ja, dat was En ook een paar bijzonder. keer zo slagen uitdelen, want Pipe was een kickbokser? Nee, Hij heeft wel was iets iets. van vechten gedaan, maar wat precies, dat Ja. weet ik niet. Nu ja, goed, om over het toernooi in Wiezen terug te komen. Voor aanvang van het toernooi, dus ik en Brian mochten vrijdagmiddag openen. En Brian zei, wie gaat er het toernooi winnen? En Brian zei tegen mij, ik denk Luke Littler. En ik zei, ik denk Rob Cross. En laat dat nu uitgerekend de finale geweest te zijn. Ja. Brian, mooi voorspeld inderdaad. En jij ook werd de finalist. Want het was echt een geweldige finale, was het, Oh man, wat een finale. ja, Oh. was het de mooiste wedstrijd ooit in Wiezen? Ik denk het wel, toch? Of Huibrechts tegen Van Gerwen was ook een mooie, natuurlijk. Ja, maar Huibrechts tegen Van Gerwen was een van de mooiste uitkomsten. Omdat Van Gerwen zich continu doodgooide. Kim stond op verre achterstand en Kim Ja, deed oké. ook maar iets uit de losse pols, die 134. Dus Dit qua was. uitkomst, maar het totale plaatje Ja. was er wel, hè, Ja, in dit die was echt een finale. wedstrijd, was dit, hè? Dat was echt Die niet nine normaal. darter ook, oh my god. Oh, ja. Ja, hoe hebben jullie die 9 darten beleefd? Want hoe heb jij het s'avond eigenlijk gevolgd, Mike? Heb jij het überhaupt gekeken of niet? Nee, we waren terug thuis. Ik was bij mijn beste maat, want met een auto rijden, dat ging niet meer. Dus ik bleef daar. En Ja, oké. Okay. dan. Had je te veel frikadellen op, Mike, of wat bedoel je? Nee. Dus, maar we hadden toen wel toevallig frieten besteld. Dus we waren aan het wachten. En er stond gewoon een film op de tv. Want we waren met. Ludo woont samen met zijn huisbaas. En dan zijn vriendin was er. En zijn huisbaas had een film opgezet. Die zei van, hey, ik zet een darts niet op. Ik kijk mijn film. En op een gegeven moment zegt Ludo, ah, dus een 39. Hey, terug die dingen op. Terug de wedstrijd op. Een minuut later die wedstrijd weer af. Allora, we hebben echt niet veel gezien van heel die avond. Nou, je hebt wel wat gemist in die finale. Want het was wel echt een. Ik vond het echt een spektakel. En ik dacht eerlijk gezegd, toen Cross het haalde, van jammer. Want ik zag Littler er wel makkelijk overheen lopen. Maar Cross speelde echt,
Echt goed, hè, Matthias? Ik dacht ook, hij gaat die wedstrijd winnen, eerlijk gezegd, tijdens die partij. Die gooit 108 gemiddeld in een finale. We spelen 15 legs in totaal. En die verliest gewoon. Hè? Ja, bizar. Maar hij liep ook wel de hele tijd voor. Hè? Dus ik had echt wel verwacht dat hij hem zou gaan pakken. Jij niet? Ik dacht ook, die Nine Darter, misschien is dat een vergiftigd geschenk. Want ik denk dat Lidler nadien 2 legs op rij verliest. Ja, en twee dan heeft elf, hij zich kunnen twee elf herpakken. Darters. Hij reageerde met 2 11 darters inderdaad. Gehoor. Dat is ook bizar. Dan krijg je 9 darters tegen en dan gooi je 2 11 darters daarna. Dus het was echt, echt een spektakel. En het sloot het geweldig af dat er nog een deciding leg kwam, hè? Ja, het was echt, die finale was echt een kers op een taart die 3 dagen lang enorm gesmaakt heeft, vind ik. Mooi gezegd. En ja, die Luke Littler, die kleine, de kleine noemde ik hem afgelopen weekend. Wat jij kan mocht dat niet niet zeggen, ik wil het zeggen dat jij dat zegt inderdaad. Ach ja, kijk. Hij is niet veel groter als mij, hoor. Hij zegt, hey, hij is hij geen is, grote. Hij is ook een klein mannetje. Hij is geen grote, maar goed. Breedte, Hij is nog 17 jaar, hij heeft nog altijd groeimarge. Ja, daarom. ja. Wat ging ik nu zeggen? Ja, eerste World Series event. Wint dat gewoon met een nine darter in de route naar de finale? Eerste pro tour of eerste vloertoernooi. Gooit ook terwijl een nine darter en wint dat. En nu debuteert hij op de Eurotour en wint hij het ook. En gooit hij een nine darter. Die is compleet gek, die man. Ja, dat is niet normaal. En als je ook eventjes, ik heb hier dartrankings.com openstaan, als je World Matchplay Race, als je daar even op klikt, staat hij gewoon op plek 5 bij de Pro Tour ranking. Dus hij is ook gewoon nu al geplaatst voor de World Matchplay, geplaatst. Hè? Hij Dat is is niet geplaatst. normaal. Zijn laagste gemiddelde, want die is van in de eerste ronde begonnen. Ik denk dat dat met Pietrescu ook zal geweest zijn op de vorige Eurotour, maar ik denk dat dat niet al te vaak voorkomt, dat iemand die in de eerste ronde begint, dat hij een Eurotour wint. Zijn laagste gemiddelde van al die matchen was 97,05. Dat was zijn laagste gemiddelde. Ja, netjes. Ja. Voorts alleen maar ton plus gemiddeldes. Ja, het is echt bizar met die gast. Maar het is ook, zijn toernooi begon eigenlijk al veel eerder, hè? Want hij heeft gewoon de kwalificatie ook moeten spelen. Ook al. Dus zijn toernooi begon gewoon in Engeland eigenlijk. En dan had hij tegen Kuifhoven nog best lastig. En dan stond hij 5-4 achter en die won uiteindelijk met 6-5. Dus kan je nagaan van waar die heeft moeten komen. En uiteindelijk kwam het zondag allemaal bij elkaar. Maar ja, die man heeft gewoon al meer dan 50.000 pond verdiend op de Pro Tour. Dat is niet normaal. Ja, in die paar weken. Ik denk dat ja, en dan gaan nog bezig. En dan gaan nog lang meegaan, dus. Ja. Eigenlijk mag je in plaats van de nuke, mag je de bot heten of zo, want het is echt een bot gewoon. Ja. Nou begreep ik ook van onder andere Vincent van der Voort dat die jongen die zit alleen maar op zijn telefoon, gooit niet in. Nou, jij hebt hem zondagmiddag, denk ik, meegemaakt. En ook natuurlijk de avonden. Klopt dat, Mike? Gooit hij gewoon niet in? Dat is echt belachelijk. Die zit voetbalmanager te spelen op zijn telefoon en dan zitten FIFA-pakketten te openen. En dan bestelt hij hem de pasta, begint hij te eten en dan gaat hij zijn twee beurten ingooien, gaat hem terug zitten. Dat is echt belachelijk. Ja, dat is ook de tweede wedstrijd in de laatste avondsessie. En toen had hij ook, ja, ik had weinig tijd om in te gooien, want ik was voetbal aan het kijken. Ik gok dan Liverpool-Manchester City, dat hij aan het kijken was. Dat zou kunnen, want het is echt belachelijk. Ja, dat is echt. Zelf gaat het dan 4 uur op voorhand naar de zaal, dat je zeker zijn ingegooid, dat je warm staat. En hij zit alleen maar neer. Ja, dat is maar die moet moedeloos. Ook een geweldige batterij hebben, denk ik, toch? Als hij zoveel ja, tuurlijk. Ja, die. Hij zal waarschijnlijk wel 17 powerbanks in zijn rugzak hebben steken. Ja. Ja, en heeft hij iemand waar hij mee zit? Of, want hij zegt ook niet zoveel volgens mij, hè? Hij zat wel heel het weekend meer op cross. Oh, kijk. Nou, dus zondag ook. Die zaten heel de dag samen. Nou, van zover dat ik het gezien heb, zaten ze samen. Dus dat is wel leuk om te zien dan die twee dan finale halen. Ja, nou, dat denk ik in ieder geval. Want daar staat voor me ook veel met Espen om. Dat zijn denk ik wel twee jongens waar je goed mee om kan gaan. Als bijvoorbeeld een ander toptalent dan van de vrouwelijke Bo Greaves zit, alleen maar met de zus, hebben die ook weer kippen. Ja. Dat vind ik een Ja, denk ik. Dat is een rode draad in onze podcast, Mike, dat Bobby Greaves wel een keertje gementioned wordt. Ja. Ja, maar dan. Kijk ze glunderen. Met twee.
Nee, zeker Nee, niet. geen Zeker fan. niet. Geen fan. Nee, Ik verschrikkelijk. vraag me eigenlijk af waarom jij die eigenlijk altijd opwerpt, Damien. Ja, ik vind het gewoon zo'n bijzondere. Gewoon, zij moet gewoon ja, weg bij Bo Grief, vind ik. Ze is zo'n slechte invloed op zo'n toptalent. Dus ik kan me daar gewoon aan ergeren dan. Stiekem droom je ervan, hè? Ja. Ik zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Ik weet niet of jullie wel eens foto's van mij hebben zien komen. Uiteraard wel, denk ik. Nee, zeker niet. Jawel, Ja, Mike. Mike gaat Jawel, Mike. wenselijk niks zeggen nu. Ik zeg niks. Ik ken ze, maar dat is inderdaad een heel speciale. En Ja. nee. Het, Om terug te komen op Wiese, ik wil een Ja, graag. welgemeende dankjewel doen aan het publiek, dat sessies lang het beste van zichzelf gaf. Het is zo fijn om te mogen werken in Wiese. En het zorgt ervoor, al die positieve vibes rond België, dat inderdaad Luke Littler zo'n uitspraak doet van er moet misschien wel eens een Premier League avond naar België komen. Ja, het zou echt geweldig zijn. Ja, zeker. En het zou een sportpaleis zou dan de mooie locatie zijn, toch? Ik zou dat heel mooi vinden als het in België is. Denk ik Ja, wel. je hebt wel verschillende locaties, hè. Dat we dan ze die dartschalen hebben gedaan. Daar hebben ze vroeger het EK gehouden. Hoeveel mensen kunnen daarin dan? Dat durf ik, wacht, dat durf ik niet Ja, zeggen. de Trixo Arena heet dat nu zeker, Ja, hè? wacht, hè. De mannen Trix. gaan stevig googlen nu. In ieder geval, ja, in het Sportpaleis kan je gemakkelijk een venue van 10.000 mensen regelen. Dus wat ongeveer de norm is, denk ik, voor een Premier League avond. De Trixo Arena, maximum capaciteit van meer dan 16.000 personen zittend of meer dan 21.000 personen staand. Ja, dus ook daar zou je zoiets Dan gelijkaardigs kunnen zou je maken. een aardige Ja. Premier League avond kunnen organiseren, inderdaad. Daar kun je wel iets regelen. Ja. Oké, ja, het zou het Ja, heel mooi zijn, inderdaad. het zou de moeite zijn, denk ik. Het Ja. zou heel fijn zijn, want ik vind die Premier League is ook een beetje te veel UK-based. Ja, zeker. Enkel Berlijn en Rotterdam, hè. Dat is het enige Ja. op het Europese Ja. vasteland, hè. Ja, ik vind het dan al mooi als het buiten Engeland gaat. Dat vind ik al een soort van een uitstapje. Maar bijvoorbeeld Nottingham en Brighton en zo, denk ik, ja, ga de wereld verkennen, weet je wel. Ga naar België, ga naar Australië een keer, weet je wel. Dat vind ik wel echt dat ze dat veel meer moeten gaan doen. Ik denk dat Australië moeilijk is. Als je Australië, ja, dat is geen vlucht van een uur. Dus als je dan vanuit Pro Tours komt of zo, of Ja. zoals nu de Eurotour en dan moet je al gelijk door, ja, dan gaan de Ja, jongens dat op een kan gegeven niet. moment ook zeggen van het is wel wat te veel. Ja, op zich, ja, het kan voor één keer. Kijk naar deze week bijvoorbeeld. Heb je alleen donderdag Premier League. En dan heb je geen vloertoernooi. En heb je het weekend Challenge Tour. Ja, daar spelen ze uiteraard niet. Dus deze week bijvoorbeeld zou het in principe Ja, kunnen. Het is even dat zou het reizen. wel kunnen. Het is even reizen. Maar je zou daar bijvoorbeeld ook ja, nog een toernooi aan kunnen verbinden of zo. Dat je het samen doet. Dat je een soort World Series toernooi. Dat je dat ook gelijk in de tegelijke Ja, periode. dat zouden ze inderdaad kunnen doen. Ja. Ja. Als Nee, we. ja, Ja. het was geweldig, Wiese. Dus nogmaals, iedereen die ook trouwens massaal heeft gekeken op VTM2, dank je wel daarvoor. En het is nu al uitkijken naar het Eurotour-toernooi in Antwerpen, de Flanders Darts Trophy. Vrijdag start de ticketverkoop, flandersdartstrophy.be. Dus voor de mensen die er in Wiese bijvoorbeeld niet konden bij zijn, wees er snel bij voor het toernooi in Antwerp Expo. Ook nog een leuke verwijzing naar onze sponsor, Ultimate Dartscouts. Damien, jij hebt ze al bij de hand Ja, natuurlijk. ja, ja. De twee van de helden De die er twee waren in helden. Wiese. Ja. Ja, dit is toch de winnaar, hè? Natuurlijk, Luke Litten. Die is hartstikke mooi, is deze. Vind ik wel. Van Luke de Nook. Ja, shiny. Ja, shiny inderdaad. Ja, dat is. Zit een plasticje zit eromheen. Dus die is hartstikke mooi. Hier zit geen plasticje omheen. Maar deze is ook. Ja, je kijkt toch een beetje bozig, vind ik wel, Mike. Toch? Moody Mike. Ja. En het is wel te hopen dat dit gaat veranderen. Hè? Want er staat hier 4 keer PDC Youth winnaar. Er moet gewoon een Players Championship wel komen hè, dit jaar. Dat is het doel. Ja. Vorig jaar was ik dichtbij. Dus ik hoop dat ik nu een stapje verder ga. Ja, en dan is dan te hopen dat je gewoon een nieuwe kaart kan laten maken. En Met er een kan nieuwe ook. walk-on. Ja, precies. Er kan de Walk-On Song kan ook worden aangepast. Hè? Want dit is nu een blijvertje, Ja. hè? Three Little Birds. Ik denk het wel, ja.
Het is zeker aangeslagen van het weekend, dus ik denk wel dat ik hem ga blijven gebruiken. Ik denk dat hij in Engeland ook wel een meezinger is. Dus ik denk dat hij wel gaat aanslaan. Ja, en wat mooi is, ik zag het ook dit weekend veel gebeuren, dat die kaarten worden gewoon gesigneerd door de spelers als je even bij de opkomst houdt. Dus dat is echt wel mooi, denk ik, voor je kaart als je er eentje hebt om hem te laten signeren. Je kan via de kortingscode die nu in beeld is, in ieder geval een van deze bestellen. Je kan er zelf een laten maken, dus dat is hartstikke mooi. En Matthias, jij zit ook nog met een bord in je handen. Ja, omdat je het over signeren hebt. Op vrijdag namiddag was mijn vriendin aanwezig in de zaal met mijn zoontje voor het eerst. Zeker. Voor mijn zoontje was het een primeur. En ja, Jules, 5 jaar, vond het geweldig om eens in die zaal te zijn. En bij de walk-on, of een van de walk-ons, heeft hij het geluk gehad dat zijn bordje werd gesigneerd door Lucas Weenig, was het. Dus op het bordje stond: papa, mag ik jouw co-commentator zijn? Dus, en met dus 1 handtekening erop van Lucas Weenig. Voilà. Ja. Mooi. Ja, hartstikke mooi, toch? Want ik zag Hugh inderdaad, je zoontje, zag ik de hele tijd rondrennen, inderdaad. Dat ja, was, met Liam trouwens, die Michael heeft gementioned. Ja, dat was hartstikke mooi. Dus die heeft het zeker naar zijn zin gehad, volgens mij, hè? Ja, blijkbaar, zo zei mijn vriendin, heeft hij gezegd dat hij snel weer is wil terugkomen om eens te komen kijken. Dus. Vooraleer we dan deze leuke podcast met Mike de Dekker afsluiten, gaan we nog een aantal actualiteitszaken doorfietsen. Maar vooral, we gaan een rubriek, Damien, van onder het stof halen. Ja, we hebben mijn tijd niet gebruikt inderdaad, dus laten we hem maar instarten. Michael May Mason, Michael May here. Wayne, welke Michael is het nou? Ik zat gisteren vandaag in site te kijken. En zie ik naast Wilfred Geneda achter in beeld, zie ik in één keer Patrick Gerard zie ik zitten, de gloednieuwe tourcardhouder. Ik heb hem naar jullie gestuurd via WhatsApp. Hij lijkt er heel erg op, toch? Of niet? Ja, is wel inderdaad. Hij heeft er wel wat van weg, ja. Ja. Vind jij hem ook lijken, Mike? Ja, hij lijkt er wel op. Hij heeft er wel wat van weg, ja. Ja. Het is wel een speciaal figuur die er is bijgekomen, hè, op de tour. Ja, dat kan Mike beter beoordelen inderdaad. Maar als ik zo zijn interview met Darts Actueel zag, het is een beetje een... het is niet een hele spraakzame jongen, zeg maar, hè? Goh, ja. Ik heb die nog nooit iets horen zeggen. Dus tegen mij in ieder geval niet, dus... Nee. Voor mij is het echt een Limburger en is hij heel erg bescheiden. En heeft hij... Een beetje per ongeluk heeft hij zijn tourkaart gehaald, hè? Per ongeluk. Ja, dat was blijkbaar een weddenschap met vrienden, hè, dat hij zich zou inschrijven en zien van, ja, we zien wel wat er gaat gebeuren. En dan pakt hij een tourkaart. Ja, en zijn vrienden hebben de Q-School betaald. Natuurlijk, met onder andere vriend van de show, die heeft ook bijgelegd. Jerry Hendricks. Zie ook altijd wel in voor dit soort leuke dingetjes, hè? Leuk verhaal. Ja. Nee, dus die vond ik wel zeker lijken. Jullie kennen vandaag in Zuid, of je kennen jullie in België, toch? Ik heb vroeger veel naar Voetbal Insight gekeken. Vandaag Insight. En ik ben eigenlijk een beetje afgehaakt ook sinds Johan Derksen een beetje in opspraak is gekomen met een aantal uitspraken. Sindsdien ben ik een beetje afgehaakt. En ik denk ook, ik weet niet of we het georestrictiegewijs nog in België kunnen zien, Vandaag Insight. Hoe konden jullie het vroeger zien dan? Oh, vroeger was er wel een account op YouTube die de aflevering plaatste. Oh, ja. en zo kon ik telkens herbekijken. Maar ja, dat was vooral omwille van mijn ander werk als voetbalcommentator dat ik dan keek. Maar bij Vandaag Insight ben ik een beetje afgehakt. Oké, okay. Jij, Mike? Nee, ik kijk geen tv. Laat staan Nederlands tv. Nee, ja, gewoon in België ook niet. Ik zet alleen tv op als het Champions League is. Maar voor de rest, als ik iets wil kijken, dan kijk ik op Netflix wel iets of zo. Maar ik ben niet zo voor tv kijken. Je ziet meer reclame dan dat je effectief naar een programma zit te kijken. Dat is, nee. Ja, dat is zeker hinderlijk. Waar. Ja, nee, dat klopt. Okay. Paar korte nieuwtjes dan. Damien, ja, je wilt iets onder de aandacht brengen dat... niet zo fraai is. We hebben hier al een hele tijd een positieve boodschap gebracht en jij gaat het sfeertje verpesten nu. Nou ja, ik niet. Adam Svindiel, ik zag het op Twitter voorbij komen, die speelde op een lokaal toernooi en die
Nou ja, die had verloren en de tegenstander draait om hem een hand te geven. En nou ja, hij geeft hem gewoon een... ja, je maakt een vuistgebaar. Hij slaat hem gewoon op zijn gezicht inderdaad. Wel een beetje... Ja, een beetje apart is het wel, toch? Je weet natuurlijk niet wat aan de hand is, maar het ziet er allemaal heel ja, een beetje Tokkie-achtig uit, vind ik. Ken jij die wat, Mike? Adam Smith Neal? Want dat is toch ook een gecontesteerd figuur in de dartswereld, ja, hè? Ik heb... ik weet niet of dat nu nog is, maar er is een tijd geleden ging er zo redelijk wat rond op social media dat hij nog aan heel veel mensen redelijk wat geld moest. Dus hij is inderdaad niet zo'n geliefd figuur bij velen. Wat er hier aan de hand was, ik heb het filmpje gezien, ja, het is tegenwoordig precies de mode van dat te doen. Ik weet niet wat er speelt. Het is inderdaad een beetje apart is het allemaal inderdaad. Met die Smith Neal. Die was ook inderdaad al met oplichting was hij inderdaad werd hij van beticht. Dus dit is ook niet echt vrij voor zijn naam. Hij zou blijkbaar dus darts memorabilia, my, moeilijk woord, verkocht hebben, zonder dan die producten uiteindelijk te leveren aan de mensen. En blijkbaar was het dan ook een hele klus om dat geld terug te verdienen. Is er blijkbaar zelfs een petitie gestart tegen hem toen hij toerkaarthouder werd om hem te weren van de tour. Dus het is een heel apart figuur. Ja, dat wel inderdaad. Hij heeft voor mij ooit toch de finale gehaald, hè, van de Wimma World Masters. Ik weet niet of hij die gewonnen had ook, maar de finale had hij sowieso gehaald, weet ik nog. Ja. Maar goed, voor mij doet hij het ook niet heel goed. Dus die zal zijn tourkaart in principe denk ik na het seizoen gaan verliezen. Nee. Jij wou het ook nog hebben over, we hebben hem daarnet al eventjes besproken, Michael van Gerwe. Ja, die ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Ik heb het filmpje niet van jullie gestuurd. Dat hij boos werd op Viaplay. Dat het via een Zoom-verbinding... nou ja, wij weten als geen ander hoe dat is. Dat hij via een Zoom-verbinding moest bellen met Viaplay. En hij vond echt wel dat er iemand langs moest komen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Ik snap hem wel. Als je net verloren hebt en het werkt allemaal niet goed... Dat je dan zit je via een Zoom-verbinding zit je te kijken en dan... Ja, dan snap ik dat je geïrriteerd raakt. We moeten gewoon een keer gewoon mensen hier naartoe sturen. En ze waren hier gisteren toch in land. En dan via de laptop vorige week zag ik eruit als een of andere debiel. En daar baal ik gewoon van. Het is nog meer van dat als van mijn eigen spel. Moet je nagaan. Ja, Mike heeft al eens, denk ik, in onze podcast toen bij Friends of Sports gezegd dat dat maar tijdens het WK halfslachtig was, hè, die Zoom calls. Ja. Ik heb dat mijn tweede wedstrijd gehad op de WK. Dan... werd ik op een stoel gezet en een laptop op een bak waar dan kabels of zo in zitten. Op de wifi. Dus ja, ik had dan een interview, maar dat ging niet. Dat bleef constant hangen. En 3-4 keer opnieuw moeten verbinden. En dus ik snap dat wel, dat dat dan niet leuk is. Maar ik weet niet of dat Michael dat ook heeft gehad. Het kan goed zijn dat de verbinding met Michael gewoon goed was. Maar dat hij het niet oké vindt dat ze daar als zender van darts daar niet aanwezig zijn. Ja, dat is zijn mening. Hij vindt het niet professioneel, maar ja, in de defense natuurlijk voor alle media. Het kost handenvol geld, hè, om telkens daar iemand ter plaatse te sturen op al die vooral UK-based toernooien. Dus ja, budgetgewijs snap ik dat ergens wel, dat je niet altijd iemand stuurt. Ja, en die week daarvoor, toen waren ze er wel. En hij had natuurlijk 3 avonden daarvoor gewonnen en toen verloor hij gelijk. En toen zei hij ook van, jullie kunnen beter wegblijven. Maar blijven ze weg en dan is het ook niet goed. Ja, ik snap ook niet waarom dat je dat in een interview moet zeggen. Zeg het dan daarna. Doe gewoon een interview, zeg professioneel en zeg dan daarna als er iets op je beleven ligt. Ja, ik snap hem deels wel, maar het is ook niet heel netjes inderdaad naar Viaplay, die toch wel veel aandacht op de dart steekt om dan... Zeg maar, kijk, zeg het achteraf nog inderdaad, dat was misschien wat netter geweest, hè? Ja. Ja, is zo. Ja, je had nog een uitspraak die je in de aandacht wou brengen, Damien. Ja, Chris Dobie inderdaad, die sprak ik vrijdag en die had toch wel verwacht dat hij eventueel kans had gemaakt op de Premier League als hij van Rob Cross had gewonnen. Kunnen we even naar luisteren. Ja, yeah, if you won the game against Cross, you think you will be in the Premier League? Yeah, I think that for sure. I was playing consistently throughout every TV event. I reached the quarters, quite a few of them. Obviously, that would have been a semi-final at the Worlds, and who knows, I could have went on to win the title, but then again, I didn't get that win, and yeah, it was a little knockback, but now we'll move on, and it's a brand new, fresh start to the year, and it's nice to kick off to a win on the European Tour as well. Stel, als Van Rob Cross gewonnen,
Had hij dan erbij gezeten bij de Premier League? Ik weet het niet, misschien wel. Dat hij de halve finale gaat natuurlijk van het WK. Dan zou het in de plaats van Peter Wright geweest zijn, denk ik. Maar ik denk in de plaats van Rob Cross dan, denk ik. Ik denk dat ze Wright sowieso erbij hadden gewild, hoor. Maar het is dat wat dan niet fair is, hè. Wright had er nooit niet mogen inzitten. Als je kijkt naar zijn laatste paar maanden van vorig jaar, kom. Het is omdat hem zo wat show verkoopt. Met zijn haar en zijn dansje. En zijn, het is ook een spraakpunt, hè. Iedere week nieuwe pijlen. Iedere leg nieuwe pijlen. Dus ik denk dat daarom meer is dan ze hem erin nemen. Maar ik vind qua niveau en qua prestaties, dat is zeker Dobie over Peter Wright. Ja, hij slaat ook wel echt een modderfiguur dit jaar. Hij heeft nog geen punt gehaald. Dus hij staat gewoon voor lul, vind ik wel. Ja, dat is ook. Ja. Maar dat doet hem ook zijn eigen aan, hè. Ja. Ja, je mag, een of andere manier mag je dat dan niet zeggen van dat hij het slecht doet en dat het sneu is. Maar ik vind het wel echt, als je iedere week ben je gewoon, je speelt Peter Wright de eerste ronde, dan heb je in ieder geval al 2 gratis punten. Zo is het een beetje nu. Daar lijkt het wel op, ja. Ja, ja, dat is zo. Jij wou het ook nog hebben over de World Cup of Darts en vooral over één land, Zuid-Afrika. Dat wordt dit jaar op de World Cup of Darts vertegenwoordigd door Cameron Karolise en Johan Geldenhuis. Dus dat betekent dat de grote naam uit Zuid-Afrika van de voorbije jaren, Devin Peterson, zal ontbreken. Ja, voor het eerst sinds 2013 volgens mij inderdaad. Ja, we krijgen in België krijgen we een spannende strijd, maar daar is de strijd dus al gestreden. Ja. En toch wel vind ik, ondanks dat Pietersen echt uit vorm is en echt een bizar laag gemiddelde haalt, vind ik hem toch het boegbeeld van Zuid-Afrika. En had hij toch. Jammer, hè? Ja, op een manier had hij hier toch echt wel bij moeten zijn, denk ik, toch, Mike? Ja, als je aan Zuid-Afrika en Darts denkt, dan denk je in eerste instantie aan Devin Peterson. Ja, hij is nu zijn kwijt en hij is het niveau dat hem een paar jaar geleden had, dat was niet meer. Maar dan nog. Nu zetten ze er 2 die eigenlijk niks van ervaring hebben. Of zo goed als niks van ervaring, dan vind ik wel dat je die bij iemand moet zetten, zoals een Peterson, dat die ervaring wel heeft. Zeker, dat zag je ook heel erg, dat Peterson heeft heel veel verschillende partners gehad, maar hij kan altijd echt, hij is echt een goede aanvoerder soort van zo'n team. Ja. Hij kan echt zijn teamgenoten doorheen slepen. En nu moet Carolissen moet voor mij een soort van dan de leider zijn, want die heeft op het WK al gespeeld. Ja, ik zie dat eerlijk gezegd niet goed komen. Ik denk dat Zuid-Afrika dus wel een goede loting is. Mocht je die treffen eventueel. Ja, ik bedoel, nog niet specifiek voor jou, Mike, maar het zou uiteraard natuurlijk voor jou is het een groot doel om daar te zijn. Ja, dat is een doel, hè. Ja, tuurlijk, ja. Zeker. Vooraleer we nog naar een aantal aankondigingen gaan om af te sluiten, 2 shout-outs. De eerste shout-out naar Vicky Pruim, die het WDF-toernooi van de Isle of Man Classic wist te winnen. En niet tegen zomaar iemand in de finale, namelijk tegen Bo Greaves. Ja, Bo Greaves won het andere toernooi inderdaad. En er won de Masters, de Isle of Man Masters. En de Classic ging naar Vicky Pruim. Ja, toch een Belgische eigenlijk, hè. Dus, onder de Zweedse vlag dartende dat wel. Onder de Zweedse vlag, ja. Maar zeker een mooie prestatie van haar. Heb je die ooit gekend, Mike, Vicky? Nee, dat is voor mijn tijd. Oké. Andere shout-out is natuurlijk naar de man die we konden spreken voor aanvang van de eerste Eurotour van het jaar in Wiezen, met name Brandon Dolan. Ja, want jij hebt hem inderdaad gesproken in een 3 kwartier ongeveer. En het luisterde echt lekker weg. Het staat op YouTube, het staat op Spotify. En laat ik benadrukken dat het is niet achterhaald, zeg maar. Tuurlijk, het ging over Wiezen, maar het is zeker niet achterhaald, de aflevering. Dus mensen kunnen het zeker nog gaan luisteren. Ja, en een hele fijne man vind ik, Brandon Dolan. Het was een heel leuk gesprek. Ja, ja. Dus voor het eerst is Double Top internationaal gegaan, om het zo te zeggen. Ja. En complimenten voor jouw Engels. Dat vind ik ook erg sterk, Matthias. Thanks, mate. Ja. Ja, trots. Ik heb ook nagenoeg al mijn interviews, behalve met de Belgen natuurlijk, in Wiezen, allemaal in het Engels moeten doen ook. Dus was weer een goede test. Ja, want ik denk dat je weinig Nederlanders voor de camera's hebt gehad. Want Van Barneveld verloor gelijk, Van Gerwen, Van Veen, die verloor allemaal. Noppert heb ik ook niet gehad. Nee, dus... nee. Nee, überhaupt in Nederlands spreken. Hè? Want qua België is Mike natuurlijk de enige die wedstrijden überhaupt gewonnen heeft.
Ja, maar ik heb Dimitri ook gesproken na zijn verloren wedstrijd ja, tegen ja, dat Bunting. was trouwens heel netjes van Dimitri. Die stond uitgebreid, alle persen woord, nieuwsblad, mij, Sportza ook nog. Dus dat vond ik heel netjes als hij net verloren had. Ja, maar zo is hij ook. Ja. Goed, toernooi aankondigingen. Dit weekend is het de terugkeer van de Gent Open. De laatste keer dat dat was, vond ik een heel fijn toernooi. En volgens mij, Mike, jij was daar toen ook, hè? Ja, dat klopt. Won jij toen? Ik weet het eigenlijk eventjes niet meer. Ja, ik heb dat gewonnen. In de finale heel tegen? Heel mooi, Chaland. Ja, het is zo. Tegen wie won je? Jeroen Caron in de finale. Ja, okay. Klopt. Het is geen WDF-toernooi gerelateerd of zo. Het is gewoon een open toernooi waar iedereen aan mee mag doen, hè? Ja, nou, klopt. En Matthias, jij bent erbij, kom je dit hè, weekend mij? Ook? Ja, dat klopt, dat klopt. Ik zal op zaterdag wat presenteren daar op het toernooi. Dus allen naar Gent komen. Gaat een heel fijn weekend worden. Mike, kom jij ook? Alleen de zaterdag. Want zondag... Want de zondag moet ik naar Hilde zijn voor maandag en dinsdag de volgende Pro Tours. Oh ja, speel je koppeltoernooi, ga je dan spelen? Ja. Met wie? Jimmy de Bo. Ah. Oké, dat zegt mij niks, maar... Dus die heeft ook meegedaan aan de VTM Darts Academy. En dat is, ik heb die vorig jaar leren kennen. En dat is sindsdien ook een hele goede vriend van mij geworden. Okay. En hij vroeg of dat ik wou koppelen met hem daar. Dus daarom. Ja. Kijk. Weten jullie of er nog andere leuke deelnemers zijn? Mooie namen waar naar uitgekeken kan worden? Of overval ik jullie hiermee? Zien jullie allebei moeilijk kijken? Ja, ik heb geen idee. Ik ga eens kijken terwijl naar de site zelf, of dat er iets staat over de deelnemerslijst. Dan ga ik dat heel snel proberen zoeken. Praat het mooi vol. Je bent er bijna. Ja, ik ben aan het kijken, maar dan zou ik eens moeten zoeken in de lijst zelf. Dat is hier een lange lijst natuurlijk. Ja. Of mensen moeten gewoon zaterdag naar het toernooi komen en dan zien ze vanzelf wie er zijn. Natuurlijk. Dat kun je ook doen. Dat kunnen de mensen ook doen, inderdaad. Het scheelt ons weer zoekwerk. Ja, ik heb hier de lijst voor mij, maar dat is allemaal in het klein en met grote namen, maar, met kleine lettertjes. Maar er komen zeker een aantal grote namen, net zoals Mike. Dus allen daarheen. En zoals Mike zegt, ja, volgende week Pro Tour in Hildesheim. Voor het eerst dus nu dit jaar in Duitsland. Ook de Challenge Tour gaat weer opnieuw herbeginnen. Ook in Duitsland inderdaad. Ja, ik weet niet precies hoe het zit qua reservespelers. Of die dan pas op zondag worden bepaald. Want je hebt natuurlijk eerst Challenge Tour en daarna gelijk Pro Tour. En bijvoorbeeld een Adrian Lewis is natuurlijk sowieso niet bij. Dus dat wordt dan aangevuld met Challenge Tour. Dus ik weet niet zo goed hoe ze dat gaan doen. Maar het is in principe voor bijvoorbeeld een Danny Jansen die nu bovenaan staat. Is het perfecte combi natuurlijk dat het allemaal in Duitsland is. Klopt wel, dat is gemakkelijker. Je zet er dan toch. Ja. Dus dat is wel goed, ja. Wel jammer en raar vind ik dat er geen Eurotour kwalificatie is. Dat is denk ik gewoon omdat de Engelse spelers niet willen afreizen. Ja, hè, Maatje, ja te knikken, want die willen dan niet afreizen. Maar ja, die willen ze wel weer op de vloer erbij, of op de Pro Tour of Eurotour erbij hebben. Dus heel raar, toch? Ja, dat is al alle jaren zo geweest. Het is precies wel moeilijk voor Engelsen om over te komen naar deze kant. Dat was met corona ook. Dan was het ook moeilijk, want dan moet er een test worden. Maar wij moesten dat dan wel iedere keer doen. Dus, daarom denk ik dat ze er geen qualifiers aan vastbinden. Nee, ja, vind ik echt belachelijk. Ze moeten gewoon reizen. Jullie moeten elke keer naar Engeland reizen. En dat is ook ik vind allemaal, dat ook, maar... ja, het is ook allemaal moeilijker sinds de veranderingen binnen de Europese Unie natuurlijk. Dus, en dan moeten zij dat ook een keer doen, vind ik. En ze zouden het beter wel doen, want eten is in Duitsland is veel beter dan in Engeland. Dus. Dat geloof ik ook inderdaad. Dus ja, niet veel gezonder, maar wel lekker. Ja. Ja. Goed, ook de Premier League gaat weer natuurlijk op gang gefloten worden opnieuw met de avonden in Nottingham en in Dublin. Ja, Dublin altijd leuk, denk ik. Hè? Nottingham, ja, niet veel zeggen, maar Dublin is wel leuk.
Jammer dat er geen Ierse spelers bij zijn, maar alsnog ja, wel leuk. Josh Rock misschien, en dan hebben dat is dan Noord hier over een paar jaar misschien. Ja, dat zou kunnen. En dan hebben we de start van de Women's Series binnenkort ook, hè, Damien? Ja, ook wel weer leuk. Tenminste, voor Bo Greaves denk ik sowieso. Die zal zo weer allemaal gaan winnen en dat we helemaal kapot spelen. Maar ja, het is heel interessant wie er eventueel tweede gaat worden natuurlijk. Wie dan ook naar het WK gaan. En wie zich gaat plaatsen voor de Women's World Matchplay in juli. Dus dat is wel leuk om te volgen. En is natuurlijk op stream te zien bij de PDC. Ik zal eerlijk zeggen, ik zal er niet voor klaar zitten, maar het is te volgen voor de mensen die het willen zien. Ja, eerste vier events in het weekend van zaterdag en zondag 23, 24 maart. Ja. Goed, dan denk ik dat we alles hebben, Damien. Zeker, dat denk ik ook. Ik denk dat we kunnen gaan afsluiten. Ja, want Mike, je hebt nog een andere afspraak. Je bent er al een beetje te laat voor door ons. Dus aan de persoon in kwestie onze excuses. Ja, onze schuld. Maar kijk, voilà. Mike, mogen wij jou bedanken om terug te blikken op een geweldig weekend in Wiezen. Dat is graag gedaan. Okay. Het was gezellig. Zeker. Yes. En ja, Damien, zo zit onze nieuwe aflevering van Double Topper weer op. Eigenlijk moeten we Mike nog eens uitnodigen, want meestal babbelen we ook graag over de carrière van onze gast. Daar hebben we nu geen tijd voor gehad. Nee, klopt inderdaad. Omdat het zo'n druk weekend is geweest waar we zoveel over konden praten. Was ook een beetje gek om nu dan helemaal terug te gaan naar Mike's roots, zeg maar. Dus dat moeten we dan nog een andere keer doen, inderdaad. Is dat goed voor jou, Mike? Ja, dat is goed. Kom je graag nog eens terug? Yay. Ja, Mike natuurlijk come ook. Come on, Mikey. Come on, Mikey. Mike heb je dat graag? Heb je dat graag dat mensen jou Mikey noemen? Oh ja. In die context, als ze het zo doen in de zaal, dan is dat leuk. Oké. Okay. Maar ik zie u vaak. Jij moet geen Mikey beginnen zeggen. dat hoeft niet. Oké, ik zal me proberen inhouden. Goed. Maar we hebben Mike natuurlijk nu bij Fans of Sports hebben we gehad. We hebben hem nu hier op de Zoom-call gehad. Kunnen we hem toch wel vriend van de show inmiddels ook noemen, toch, Matthias? Zeker weten. Ja. Zeker weten. Goed. Nogmaals, Mike, bedankt dat je erbij was. Heel veel succes verder natuurlijk. Dank u. Met onder andere dus de herstart, zullen we maar zeggen, van de Pro Tour. En... ja, Damien, kijk, het is weer al aftellen naar de volgende episode. Ja, inderdaad. Ja, even een wat rustigere dartsperiode. Ook wel even lekker. Ja, mag dan, wel. Mag wel, inderdaad, even. En dan, volgende aflevering weten we nog niet precies met wie. Maar dat zal over waarschijnlijk 2 weken weer een hartstikke leuke aflevering worden. Ja, dus wat dat betreft, stay tuned. Dames en heren, bedankt voor te kijken en voor te luisteren. En tot een volgende episode in Double Top.